Hoi allemaal, leuk je kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag 13 april en vandaag zijn de regio kampioenschappen springen Utrecht en daar doe ik aan mee, dus ik neem jullie gezellig mee. Het is nu, als het goed is, 11:15 bijna. En ik ga zo naar Kojak toe. En dan, ik heb hem gisteren al een beetje gewassen. Dus hij zal wel een beetje schoon moeten zijn. Dat heb ik gedaan, zodat als je dan vandaag vies wordt, dan gaat de viesheid er makkelijker af. Als ik hem vandaag weer schoonmaak, zeg maar. Want het is pas vanavond rond 5:30. Dus ik heb nog de hele dag. Ik ga hem zo even buiten zetten. En dan ga ik lekker alles schoonmaken, al zijn spulletjes. Dat doe ik echt nooit, maar... Ja, en ik heb voor het eerst in lange tijd voor wedstrijdspanning. Ik had afgelopen zondag vorige week dressuurwedstrijd. En daar had ik ook spanning voor, maar dat was uiteindelijk niet nodig, want ik had 4 winstpunten gereden. Maar voor springen heb ik eigenlijk echt nooit spanning. En nu ineens heb ik echt zo'n sinds gisteren al een onderbuikgevoel van die kriebeltjes, weet je wel. Dus ik denk dat als de winkels open zijn, ik denk het niet, ik even mijn stresspilletjes ga kopen. Want die kan ik nergens meer vinden. En die helpen me altijd wel. Ik kan dus ook echt niks eten vanwege de spanning die ik heb in mijn buik. Lekker dit. En ik zie dat we wel deze yoghurtjes hebben. En die vind ik wel lekker. Dus ik denk dat ik daar gewoon even deze 2 ga nemen. En spanning! Oh jongens, ik weet niet wat het is. Maar ik ben echt ineens een beetje buikpijn. En maak mezelf gek. Maar het is echt nergens voor nodig. Ik ga gewoon lekker rijden als een normale wedstrijd. Maar het is gewoon ineens die... Ja, weet ik veel. Ik zei trouwens net dat het 13 februari is. Maar het is 12 februari. Ik ben fucking dom. Dus dat. Ik ga nu als eerst even al mijn spulletjes pakken. Die ik mee wil. Althans, gewoon even mijn dekje en mijn jasje en mijn paspoort moeten mee. Oh. Dit dekje mag gewoon een keer schoonmaken. Maar, en mijn nieuwe cap. Dat ga ik allemaal even in de tas doen. Oké, mijn paspoort heb ik dus hier van Kojak. Alleen, ik heb dus al mijn spulletjes hier. Mijn dekje, mijn cap, mijn jasje. Maar ik heb niet echt iets waar mijn paspoort in kan. En ik heb ook niet zo'n mapje voor mijn paspoort. En ik vind het een beetje raar om los in de tas te gooien. Dus ik weet niet zo goed. Misschien moet ik het in mijn captas doen. Maar dan zit hij wel onder mijn cap. Maar... Ik ben nu op stal bij Kojak. En ik ga hem zo even lekker in de paddock zetten. En daarna ga ik zijn hoofd wassen. Want... Oh, hij is verder wel schoon. Maar ik wil ook even zijn maantjes wassen. Want die zijn een beetje stoffig. En een beetje... Hij ziet het wel. Want dat vind ik mooi als dat schoon is. Hé, Snoes. Niet in mijn duik bijten. Niets maar iets. En dan ga ik eerst even spulletjes schoonmaken en alles. Oh, wat ben je lief. Kojak staat lekker in de paddock. Ja. En dan ga ik lekker nu zijn spulletjes doen. Oké, ik ben een elastiekje vergeten. Dus ik lijk nu echt op een smiegel. Maar het is heel irritant als je haar elke keer naar weg zit. Spulletjes liggen klaar. Feestkapjes, laarsjes, hoofdstel. Met mijn nieuwe frontriem die ik van Lourdes heb gekregen. Super leuk. Ik ben helemaal verliefd erop. Dat ga ik even goed schoonmaken. Mijn zadel even... Goed schoon maken. Ik weet niet of ik hem ga invetten. Want volgens mij is het dan... Dus als je op je paard zit heel vervelend. Als je hem net hebt ingevet. Laarsjes heb ik echt al misschien een jaar niet gedaan. Maar ik had dus een nieuwe laars gekocht op Jumping. Ik denk als je de vlog hebt gezien. Dan je al. Maar die waren uiteindelijk echt te hoog. En waarom heb ik zulke rare oren? En toen... Heb ik ze dus gezegd, ik heb ze teruggebracht. Toen heb ik dus gezegd, ik wil graag een maatje lager. Dus een tintje lager. Qua hoogte. En toen zei hij dat hij ze binnen een week zou hebben. Ongeveer. En het is nu 2 weken.
And I want my new boots, because today I have regio kampioenschappen. En eigenlijk wilde ik op regio kampioenschappen heel mijn nieuwe tenue aan. Nieuwe cap, nieuw jasje, alles. En ja. Mocht niet baten, helaas. Maar boeien. Ik doe toch echt al 5 jaar of zo met deze laarzen. Dus ze zijn echt wel tot hier. Ik weet niet, als je ooit mijn filmpjes op Instagram kijkt, dan zie je dat. Er zijn net brokjes gevoerd, dus Jackals mag lekker even eten. Kijk of vies hij is. En dan hoef ik alleen nog even mijn peeskopje schoon te maken. Ik heb eerst mijn zadel goed schoongemaakt. Daarna lekker gevet met een bondje. Daarom zit er ook een beetje haartjes op. Daarna heb ik mijn laarzen gedaan. Super clean. En mijn single ook trouwens. Alleen nog even deze, maar ik weet niet zo goed. Ik denk even met water of zo. Ze worden toch weer vies, maar alsnog. Ik ga mijn peeskapjes even met mijn babydoekjes doen. Ik weet niet, deze heeft in mijn poetstas gelegen. Kijk even hoe vies hij is. Kojak is mooi schoon. Zijn hele hoofd glimt helemaal. Ja, ik heb een laser hals gedaan. Dat is nog steeds van mijn single. En zijn staart is helemaal wit. Die had ik gisteren al gewassen, maar vandaag dan nog even extra. Voetjes, mooi. Oh, knappe man. Nou, mooi met zijn dekentje, hoefjes gelakt. Kojak. Hey, hij is echt een duiveltje soms. Hey, niet doen. En nu mag je lekker op stal en ga ik naar huis. Alright, ik ga nu naar huis, want het is 1:15. En omdat ik nog niet zoveel heb gegeten, moet ik wel even wat eten. Ik word om 4:00 opgehaald door Lucie. Dus ga ik gewoon even tot 3:00 thuis chillen. Het eigenlijk leren voor economie, maar daar heb ik dus echt geen zin in. En dan kan ik ook niet ontscheuren. Dus, now I'm going home. En dan zie ik jullie zo wel weer. Oké, ik heb me omgekleed in mijn shirtje. Met weer een thermoshirtje, omdat het korte mouwen is. En mijn mooie broek. En mijn Eculine sokken. And now it's getting serious, guys. It's 10 minutes before 3. Om 4:00 word ik opgehaald. Even motivatiemuziek op de achtergrond. Iedereen zegt dat dat heel erg moet werken. Ik moet even een trui aandoen. Dus ik denk dat ik gewoon voor deze trui ga. En een joggingbroek over mijn witte broek, anders wordt die vies. Want wat ik net aan had, dat is nat geworden natuurlijk. Dus ik had helemaal koud en zo. En dat is echt niet lekker. Dus even kijken. Ik heb deze. Ik ben dus zenuwachtig dat je het zelfs aan mijn kop ziet. Want mijn broer kwam in en zegt, ben je zenuwachtig? Ik zeg, I'm a little nervous. En hij zegt, ik zie het gewoon aan je. Dus ik zeg, ik ben nooit zenuwachtig. Zegt hij, nee, maar je ziet dit gewoon aan je. Nou, in ieder geval, gewoon lekker rijden. En we gaan het zien. I'm so benieuwd. Nou, mijn moppetoet is klaar. Ik ga even wandelen met hem. Of ik zet hem even op stal. Kijk wel even, ik heb nog een half uurtje. Mooi. Mooi ben jij. Mijn halster heb ik dus nieuw gekocht op Jumping. Alleen die heeft zo'n, ja, bochel. Dat is echt vervelend. Maar je bent nog steeds mooi. Oh. Nee. Kojak, dit is heel stout van jou. Ik wilde gewoon even een mooi filmpje maken hoe knap je was. Ja. Ik ben nu nog even mijn telefoon aan het opladen en Lucie is als het goed is over 5 minuten. Maar ik heb weer 40% en was mijn leeg. Dat is dus als je laat de wedstrijd gaat. Ja, dat is dus gewoon een nadeel. Maar ik heb ook veel gebruikt vandaag. zo spannend. Ik in de wagen en we kunnen gaan. Hoi allemaal, Melissa is er ook. En ik sta nu bij Kojak. Dus ik ga alvast lekker opzadelen. De oude eigenaren komen zo ook. Dus kan jij ook ontmoeten. Leuk. Toch? En Jackals gaat zijn vriendje en vriendinnetje weer zien. Ik ben helemaal ready. Lourdes, Ben. Dus echt iedereen is er ineens. En Kojak is helemaal lekker opgezadeld. Zo, weekend. Go.
jongste kind natuurlijk. Hoi allemaal, ik heb net een rondje gereden en hij pakte zo goed aan. En hij was gewoon echt, ik weet niet wat het was, maar de vorige keer was ik een beetje onzeker. En nu dacht ik gewoon, fuck it, lekker rijden. En het ging zo goed, dus nu moeten we wachten tot het barrage. Ik hoop dat jullie kunnen horen, is heel veel muziek. Maar... Ja, nee. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank je. Dus ik doe het even snel, maar ik heb echt super goed gereden en super lekker en het ging echt top, precies hoe ik het wilde. Ik ben super trots op Kozik en op mezelf, want we zijn derde geworden en we mogen nu naar het NK in Ermelo. Kijk, super mooi. Rosetje.
En Lucy, vond je het ook goed gaan? Ja. Ik ben super trots op Kim. We hebben er heel hard naartoe getraind en gewerkt. En over nagedacht en dat het allemaal zo lukt. Heel trots op Kim en Coach. Dus op naar meer. En nu gezellig met z'n drietjes. Eten, lekker eten. En dan gaan we zo weer naar huis. Straks, weet niet. Hoi allemaal. Oh, wat is het hier donker. Ik ben nu lekker even onder de lamp gaan staan. Weer thuis afgezet door Steph en Fleur. Die moeten nu weer een uur naar huis rijden. Maar wel echt super leuk dat ze waren. Ik ben weer lekker thuis, dus ik ga de vlog afsluiten. En ik hoop jullie weer te zien bij een volgende vlog. Dit was natuurlijk een super leuke dag. En de spanning was dus echt nergens voor nodig. Maar ja, gezonde spanning zeg ik dan altijd. En vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer te zien. Doei!